3, 2, 1, ja! Schoolplein nummer 14, dat is van de Johan Cruijff Stichting. Je kunt een veld adopteren en je kunt de plek bestemmen waar je een schoolplein, aangekleed schoolplein, wilt hebben. Het schoolplein, zoals je ziet, nodigt uit om te sporten, om te bewegen. En dat kun je dus adopteren en ergens neerzetten. Nou, dat eens per jaar is er een veiling. En toen heb ik dat gekozen om dat hier bij de Beatrix School neer te leggen. Het aanleggen van bijvoorbeeld dit plein heeft ook te maken gehad met rekenen. We moesten zelf het gaan ontwerpen, zeg maar. En de kinderen van groep 8, die hebben daar een hele grote rol in gehad. Die hebben met de rekenlessen dat allemaal uitgemeten. En zoals nu, van de bewegingsspellen heeft natuurlijk te maken met tijd, met bewegen, je vrij voelen, het durven, elkaar aanspreken. Ja, en dan komen we terecht bij de regels die bij schoolplein 14 horen. En dat zijn eigenlijk de regels die voor iedereen in hun dagelijks bestaan heel erg belangrijk zijn. Hebben jullie eigenlijk wel allemaal een handtekening gescoord? Nee. Ja, ik wel. Ja. Ja. Ik wel. Nee, ik ben rustig. Jij wel? Ja. Jullie gaan in ieder geval allemaal hartstikke genieten van het nieuwe schoolplein hier, als dat zo hoor. Ja! Ja! Guus Hinnink is volgens mij transfervrij op dit moment. Zoeken jullie nog een gymleraar? Nou, als dat zou kunnen, dan denk ik dat we dat van harte toejuichen. Maar misschien wel in combinatie met onze eigen vakleerkrachten. Nee, ik mag niet eens meer. Want ik ben al, vroeger noemen ze dat in de VUT, geloof ik. Ja, ik heb de regeling al, dus ik hoef niet... Nee, maar ik vind het hartstikke leuk om hier nu... met deze kinderen, waar ik dan begin jaren 80, eind jaren 70 mee gewerkt heb, om dat nu weer te zien. En wat ik mooi vind hier, is dat er een vakleerkracht, daar staat hij, nog steeds bezig is. Terwijl het denk ik niet meer verplicht is. En ik denk ook dat het politiek gezien, er komen verkiezingen aan, schrijf je programma, dat vakleerkrachten op lagere scholen, basisscholen, voortgezet onderwijs weer, ja, tot de verplichte vakken moet worden gebombardeerd. Ten slotte, wat verwacht je van vanavond? Nou, ik verwacht veel, omdat er is een overwinterland land gespeeld. Griekenland is verloren. Nou, het hele land op zijn kop natuurlijk. Maar ik denk dat de grote jongens die nu ook in het team zitten, dat die niet twee keer laten gebeuren om nog een keer te gaan verliezen. Ik had het eigenlijk over de verjaardag van Benny Jolink. Oké, nou, dan ga ik er straks even heen.